Lieve kinderen, jullie kennen natuurlijk wel de hoofdpiet, de pakjespiet en de strooipiet. Maar deze pieten kennen jullie vast nog niet. Hebben jullie bijvoorbeeld ooit gehoord van deze danspieten? Balletpiet maakt een pirouette. Acrobaatpiet oefent op zijn bed. Breakpiet showt haar freeze en snake. Alles danst samen in de pietendiscotheek. En er zijn heel veel soorten pieten die allemaal genieten. Ze zijn zo creatief en hebben elkaar lief. En er zijn heel veel soorten pieten die allemaal genieten. Ze zijn zo creatief en hebben elkaar lief. En deze muzikale pieten dan? Zangpiet zingt een hoge noot. Drumpiet oefent op de boot. Gitaarpiet stemt zijn instrument. Alles komt samen in de pietenband. En dan heb je ook nog deze kunstpieten. Kliederpiet kliedert erop los. Potloodpiet tekent een mooie vos. Glitterpiet brengt een glitterzee. Alles is te zien in het pietenatelier. En er zijn heel veel soorten pieten die allemaal genieten. Ze zijn zo creatief en hebben elkaar lief. En er zijn heel veel soorten pieten die allemaal genieten. Ze zijn zo creatief en hebben elkaar lief. Want als je kunst maakt, mag het van alles zijn. Wat er ook maar in je hoofd ontstaat, er zijn geen regels, geen gemaar. Creëren is tenslotte waar het om gaat. Met z'n allen! En er zijn heel veel soorten pieten die allemaal genieten. Ze zijn zo creatief en hebben elkaar lief. En er zijn heel veel soorten pieten die allemaal genieten. Ze zijn zo creatief en hebben elkaar lief.